Hoi en leuk dat je kijkt. Mijn naam is Dennis en ik ben van Hooked on Wood. En eenmalig doe ik deze video in het Nederlands, dus ik hoop dat jullie reeds het verschil horen. Maar ik heb uiteraard Engelse ondertiteling toegevoegd. En de reden dat ik deze video in het Nederlands doe, is omdat deze redelijk Nederlands georiënteerd is. En deels antwoord geeft op de vraag hoe je zo'n project alleen zou kunnen doen. Maar die oplossing, die is Nederlands. Toch hoop ik dat het voor de internationale kijker interessant genoeg is. En ik beloof dat de volgende video weer in het Engels is. Wat geeft het toch altijd weer een fantastisch gevoel als een project afgerond is en het resultaat is beter dan je verwacht had. Het proces van ontwerpen en uitwerken van je idee tot iets tastbaars blijft verslavend op mijn werken. En wij wilden een grote kast in deze ruimte waarbij we de televisie en de bureaufunctie wilden integreren. Dus uiteindelijk kwam ik met dit ontwerp. En het uitgangspunt voor mij is dat ik alles alleen moet kunnen maken en opzetten. En dat is vaak een uitdaging, zeker in dit geval omdat deze kast zo groot is. Met een hoogte van 2,60 betekent dit dat ik moet werken met platen van 3 meter bij 1,20 en dat in combinatie met een gewicht van rond de 55 kilogram maakt dat het vrijwel onmogelijk is om in je eentje te bewerken. En ik denk dat we hier als hobbyist houtbewerker vaker tegenaan lopen dat we de ruimte, de mankracht of het gereedschap missen om een project dat we voor ogen hebben te realiseren. Dus ik zocht naar een bedrijf die deze platen in wat meer praktische afmeting kon zagen en deze bij voorkeur zou kunnen brengen. En zo kwam ik terecht bij zagen.nl. En nu ik kennis heb kunnen maken met het bedrijf, moet ik zeggen, wat een bedrijf. En ik heb dat mogen filmen en ik zal wat fragmenten bijvoegen in deze video, waardoor deels duidelijk wordt waarom ik zo enthousiast ben over dit bedrijf. En ze zijn ook de sponsor van deze video. En ik wil er zeker geen commercial voor maken, maar ik ben echt enthousiast over zagen.nl en ervan overtuigd dat ze ook iets voor jou zouden kunnen betekenen bij je volgende project. Zeker als je in Nederland woont. Dus gun me even de kans om er wat over te vertellen. Op de website van zagenzaken.nl kan je een volledige kast of keuken op maat laten zaken en voorzien van diverse verschillende bewerkingen. Of je koopt bij IKEA een kast of keukenframe en laat daar mooie kastdeurtjes op maat voor zagen. Compleet afgewerkt met randvlier of zelfs al in de juiste kleur. En dit zijn gewoon voorbeelden van een basis van IKEA. Dus betaalbaar, maar met een hoogwaardige en hele persoonlijke uitstraling. En je kan kiezen uit een ruim aanbod verschillende materialen en alle delen die je gezaagd wil hebben eenvoudig invoeren. Je kan de bewerkingen selecteren en het deel of delen een naam geven. Maar let op, je ziet er ook direct hoe de delen op de meest efficiënte wijze over een plaat verdeeld kunnen worden. Dus feitelijk heb je hier je zaagplan. Maar het geeft je ook mooi inzicht in de consequenties als je een maatvoering iets groter of kleiner maakt. En omdat de prijs bij iedere verandering wordt aangepast, is dit natuurlijk een fantastisch hulpmiddel om je project te begroten. En feitelijk stuur je met deze gegevens een volledig geautomatiseerd, maar ook uiterst professioneel machinepark aan. En de kwaliteit van de bewerkingen en de randbewerking zijn van het hoogste niveau. Maar kijk even op zagenzagen.nl voor meer informatie, want vrijwel alles is mogelijk wat bewerkingen betreft. En je kan daar zoveel inspiratie op doen om je volgende project naar een nieuw niveau te tillen. Dus ik had de volledige kast op maat kunnen laten zagen. Dat heb ik echt niet gedaan, want hey, wij zijn houtbewerkers en het voelde dat ik ook nog wat zelf moest doen. Maar ik heb wel alle staande delen op elkaar laten lijmen, op maat laten zagen en voorzien van randvinier. Dus daar heb ik verder niks aan hoeven doen. En omdat ik de achterwand wilde laten wegvallen in de buitenste staande, heb ik hier wel een groef in moeten frezen. En als ik kan kiezen tussen mijn bovenfrees en een freestafel, kies ik bij voorkeur de freestafel. Dit werkt schoner, is in het algemeen iets nauwkeuriger en makkelijker om in te stellen. En bij de indeling van mijn werkplaats heb ik de mogelijkheid om ook langere werkstukken te kunnen frezen altijd voor ogen gehad. Dus het was fijn dat ik deze nu ook maximaal kon benutten. De schappen heb ik enkel aan de voorzijde laten zien van randvinier en ik heb deze zelf op de juiste maat gezaagd. En om te voorkomen dat er in de randvinier splinters zouden ontstaan, heb ik een stuk afvalhout gebruikt om de randvinier te ondersteunen. Dus eigenlijk was ik met de 38 mm basisdelen van mijn wandmeubel redelijk snel klaar. En normaal gesproken zou ik voor deze 38 mm delen 6 platen 19 mm eikenvinier moeten kopen, op maat moeten zagen, op elkaar moeten lijmen en vervolgens moeten voorzien van randvinier.
En ik heb uitgerekend dat waar ik normaal mijn plaatwerk koop, voor de platen en het randveneer rond de €1250 exclusief btw kwijt zou zijn. En bij zagenzagen.nl heb ik nu voor de staanders en de schrappen rond de €1330 betaald. En je ziet hier wat je betaalt voor het materiaal, maar dat is inclusief het op elkaar lijmen. En de bewerkingen zijn inclusief 1 mm randveneer. En als ik de totale kast op maat had laten zagen, inclusief alle bewerkingen, was ik totaal rond de €2600 kwijt geweest. En dat is inclusief verzendkost. En bij mijn huidige leverancier was ik €2500 alleen al aan materiaal kwijt geweest. En daar komt nog bij dat doordat ik grotere platen heb kunnen selecteren, ik veel meer resthout heb voor een ander project. Nou, dit in combinatie met het inzicht die de site je geeft over je project en de kwaliteit van het werk maakt dat ik zo enthousiast ben over zagenzagen.nl. Door het gewicht moet ik de kast in de ruimte opbouwen. En ik heb ervoor gekozen om alle 38 mm delen te verbinden met de zogenaamde Klamex P14 connectors van Lamello. En hiermee kan ik de kast vrijwel onzichtbaar in elkaar schroeven. En hiermee had ik de basis van de kast al redelijk snel klaar. En ik heb ervoor gekozen om de kast in twee delen te maken en neer te zetten, zodat mijn werkplaats weer ruimte heeft om het tweede deel te maken. Om een solide basis te creëren heb ik de kast onder de tv in mijn werkplaats opgebouwd en verlijmd. En deze zal dadelijk moeten zorgen voor een stevige basis en referentie voor de rest van de kast. En hiermee hoop ik dat een mogelijke ongelijke vloer zo weinig mogelijk invloed heeft op het haaks in elkaar zetten van het eerste deel. Ook hier heb ik de Lamello gebruikt om de kast in elkaar te zetten. Nu echter met een connector die zorgt voor voldoende klemkracht tijdens het lijmen. En alle zichtbare kanten heb ik voorzien van 2 mm dik randveneer. En ik heb gewoon houtlijm gebruikt om deze rand te lijmen. En door twee delen tegen elkaar te klemmen ontstaat er een mooi verdeelde druk. En met deze kleine delen werkt dat heel eenvoudig, maar grotere delen vragen iets meer creativiteit. En met een jig voor mijn handvrees heb ik de hoogte van het veneer teruggebracht tot iets boven het werkstuk. En met de Hongdoei Edge Trimmer heb ik een mooie, consistente ronding kunnen creëren.
Hoewel ik op deze wijze de randafwerking heb kunnen creëren die het niveau van zagen.nl benadert, heb ik nog wel eens teruggedacht aan het bezoek aan hun werkplaats. Het is ongelooflijk hoe snel zij deze randfineer kunnen monteren en afwerken in één handeling. En hoe efficiënt dit hele proces is ingericht. Wat rest was het maken van de achterwand. En de achterwanden voor het smalle gedeelte heb ik gemaakt met 19 mm MDF. En deze elementen moeten zorgen voor stevigheid. En de achterwand bij het tv-gedeelte en dat van het bureaugedeelte heb ik gedaan met 4 mm multiplex. En dit betekent dat ik twee delen 4 mm gefineerd multiplex tegen elkaar heb moeten lijmen. En de kleine kiertjes heb ik uiteindelijk met wat lijm en daarna wat schuren mooi weggekregen. En om voldoende schuurstof te creëren gebruik ik hierbij niet de stofzuiger tijdens het schuren. Ik gebruik in de regel Rubio Monocoat om mijn project af te werken. Maar voordat ik kan beginnen, dien ik eerst de delen goed schoon te maken. En hiervoor gebruik ik de Rubio Cleaner. Dit is een fijne cleaner en omdat deze niet een waterbestanddeel heeft, gaan de vezels niet recht opstaan na de behandeling. Je werkstuk blijft mooi glad. En een tip is om een doek te gebruiken als natte kern en een doek daaromheen te wikkelen om de delen schoon te maken. Hierdoor heb je aanzienlijk minder cleaner nodig. Het grote voordeel van Rubio Monocoat is dat, zoals de naam al doet vermoeden, je maar één laag hoeft aan te brengen. Maar hoewel dit voor de meeste kleuren geldt, vraagt zwart een extra voorbehandeling. Het behandelen met de pre-cola zwart is simpel en kan feitelijk niet fout gaan. Met de rollen opbrengen en met name heel goed droogvegen. En dat heeft als voordeel dat je de delen mooi weg kan zetten en stof ook niet meer hecht. De volgende dag heb ik de delen uiteindelijk voorzien van Rubio Monocoat. Anders dan de pre-cola heb ik deze niet met de rollen aangebracht, maar met de pet, die ik ook van Rubio gebruik. En ik heb het vermengd met een accelerator die zorgt dat de laag sneller hard is. En hoewel Rubio kostbaar is, heb je echt maar heel weinig nodig. En het beste kun je Rubio Monocoat dan ook kopen in de hoeveelheid die je nodig hebt. Uiteindelijk heb ik iets meer dan 1 liter nodig gehad voor dit project. Hierna was het eindelijk tijd om de eerste gedeelte van de kast op te bouwen. En ik heb eerst de twee zijpanelen gemonteerd aan het tv-kastje. En deze moeten zorgen dat alles dadelijk haaks gemonteerd wordt. De rest heb ik liggend op de grond aan elkaar gemonteerd. En met de lamello-verbindingen ging dit betrekkelijk eenvoudig.
De enige hulp die ik nodig had was de kast neerleggen en uiteindelijk weer op zijn kant zetten. Voor het tweede deel diende ik alleen nog het bureaublad te maken en nu het eerste deel reeds in de kamer stond, had ik weer wat meer ruimte in de werkplaats om dit te doen. En ik heb het bureaugedeelte ook met elkaar verbonden met lijm en de lamello connectors. De lade heb ik met pocket screws in elkaar gezet. En zowel de zichtbare delen van de lade als het frontje heb ik dit keer voorzien van 6 mm randvernier dat ik met een strijkbout erop heb kunnen vastmaken. En uiteindelijk is dit proces een heel stuk makkelijker en sneller dan de 2 mm randvernier dat ik bij de rest gebruikt heb. Maar doordat het randvernier wat dunner is, is het niet mogelijk om er een rand aan te frezen. Wat handige tools zijn deze knipta. Hiermee kan het afkorten niet fout gaan. En uiteindelijk deze tool om de randen af te snijden. Hierbij is het met name van belang niet te veel te knijpen. Laat de mesjes het werk doen. De resultaten zijn prima. En uiteindelijk was het zover om het tweede deel op te zetten. Het tweede deel dient tegen het eerste deel aangeschoven te worden. Maar omdat de rechterstaande ontbreekt, heb ik besloten in de werkplaats eerst het middelste deel op te bouwen. Vervolgens zal ik dan in de kamer het gedeelte van het bureau eraan monteren en vervolgens de achterplaat. Kritisch is echter dat de schrappen haaks komen te zitten, dus hier heb ik enige zorg aan besteed voordat ik ze vast kon schroeven aan de achterwand. En toen kwam het moment van de waarheid. Uiteindelijk leek alles redelijk goed te gaan, maar bij de onderste schap ontstond een ruimte van een millimeter of 8. En dit kwam met name omdat het eerste deel niet volledig gehaakt is gemonteerd. En deze afwijkingen zijn minimaal, maar door de hoogte toch helaas te veel. Dus hier begon het proces van improviseren. En daarbij is het filmen ondergeschikt geworden. Ik heb dat dus niet op beeld. Maar wat we gedaan hebben is beide zijden van de wand gehaald, de achterplaten losgemaakt en de twee delen aan elkaar gekoppeld. De achterwanden gemonteerd en vervolgens de delen weer tegen de wand geschoven. En de constructie bleek stevig genoeg om dat in zijn geheel te doen. En dat ging feitelijk makkelijker dan verwacht, want ik heb het kunnen realiseren zonder hulp. Ik wil echt nog een aantal zaken aankaarten. Het bureau heb ik nadat de kast aan de wand is gefixeerd gemonteerd. En ik heb hiervoor twee panelen gemaakt die ik aan de kast kon monteren, waardoor ik het bureaublad erop heb kunnen laten rusten. Vervolgens heb ik het op de achterpaneel en de zijpanelen vastgeschroefd. En je ziet hier dat de bovenste achterwand wat loshangt. Echter heb ik op de onderste rand een groef gefreesd. Wanneer het bureaublad tegen de achterwand wordt geschoven, zal dit deel vastgeklemd worden. En dat zie je ook wel. Er zit geen speling meer. En als laatste heb ik de kast op twee plaatsen tegen de wand geschroefd. Uiteindelijk heb ik hier een 4 mm plaatje tegenaan geschoven en je ziet dan ook dat hier de achterwand iets verder naar voren staat. Maar het resultaat is fantastisch en ook alle lichte stress aan het einde waard.
ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het een leuke video is geworden. Laat me weten in de comments. Nogmaals bedankt en we zien elkaar de volgende keer weer.